Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pitt en de Museumvereniging. Vandaag zijn we bij Pitt, het Veiligheidsmuseum in Almere. En hier ga ik op zoek naar verborgen museumschatten. De stukken die zelden of nooit worden getoond aan het publiek. Hi, welkom. Zijn je. Hoi. Pitt, waar staat het voor? Pitt is vakjargon voor een blauw zwaailicht. Je ziet het al een beetje in ons logo. Dat werd eerst gebruikt voor de politie, maar nu hebben ook de ambulance en de brandweer zo'n blauw zwaailicht op hun voertuigen. Ze hebben het museum Pitt genoemd. Hoe is dit museum eigenlijk ontstaan? Want het ziet er allemaal vrij nieuw uit. Ja, we zijn open sinds april 2014. En je ziet hier stukken van het brandweermuseum in Hellevoetsluis en het voormalig politiemuseum in Apeldoorn. En als we dan hier kijken bijvoorbeeld, ik zie allemaal draden. Het lijkt een soort KPN, maar dan in het jaar nul. Wat is dit? Het begint hier allemaal bij de meldkamer. Daar komen natuurlijk de 112 meldingen binnen. Maar we laten hier ook de geschiedenis zien. Want hoe belde je de brandweer als je nog geen telefoon had? En hoe werd dat gedaan? Nou ja, je ziet hier van die houten kleppers en ratels. Dus het ging er eigenlijk gewoon om dat je zoveel mogelijk herrie maakte. Oké, dus gewoon keihard schreeuw eigenlijk. Nou, bijvoorbeeld. Ik ben hier natuurlijk voor die verborgen museumschatten. Waar kunnen we ze vinden? Nou, die moet je niet hier zoeken. Die liggen namelijk in ons depot. En onze conservator, Jos Breukers, die gaat jou daarmee naartoe nemen. Daar is die. Hallo. Hoi, Jos. Nadia, hi. Jij gaat mij meenemen naar het depot? Ja, want dat is op een andere locatie, omdat we veel meer collectiestukken hebben dan hier in dit pand passen. Klinkt spannend. Let's go. We zijn nu in het collectiedepot en hier liggen alle geregistreerde museumobjecten opgeslagen die niet in het tentoonstellingspand te zien zijn. Mag ik even rondneuzen? Ja, dat mag. Als alleen als je het vastpakt, witte handschoenen aan wil doen. Dat we geen vingerafdrukken verzamelen. Oké, Jos. Go! Mag ik ook wat aanraken hier? Jawel, hè? Ja. Oh. Het is wel spannend. Dat is een koffertje met benodigdheden voor het veiligstellen van vingerafdrukken op een plaatsdelict. En voor het nemen van vingerafdrukken van een verdachte. Ja. Deze koffertjes waren in gebruik vanaf 1930 ongeveer. Jos, wat is dit? Het is een Japans samurai zwaard. En hier zie je eigenlijk precies waarom wij nu handschoentjes aan hebben. Ja. Hier zie je allemaal vingerafdrukken. Oké. En die staan daar al tientallen jaren op en die roest is gewoon ingevreten in het staal. Wauw. En hoe komen jullie hier nou aan? Deze is in beslag genomen, heel veel... collectiestukken hier zijn stukken van overtuiging, bewijsstukken van misdrijven. En dat is zo omdat politiemusea eigenlijk ontstaan zijn als instructieverzamelingen voor de opleiding van politiemensen. Aha. Begin van de 20e eeuw. Dus hier is misschien wel iets heel ergs mee gebeurd? Dat bij deze toevallig niet. Dat weet ik. Nou, ik zal hem snel terugzetten. We hebben er wel. Met deze heeft een boer in de omgeving van Maastricht zijn vrouw de hersens ingeslagen. Wat? Wil je dat? Rond 1910. Oh, dat is een dus, goeie. Dit is echt een moordwapen en als bewijsstuk van die moord bewaard. Ja. En toegevoegd aan de verzameling van het politiemuseum om als voorbeeld te dienen voor de agenten in opleiding. Maar hebben jullie nog meer van dit soort moordwapens? Jazeker, deze kant op. Oh jee. En dan komen we meteen bij een echte verborgen museumschat.
Dit is een kaakbeen van een Indische buffel, een cabau. Een kaakbeen? Kaakbeen, hier zie je de tanden zitten. Met lood verzwaard. Het is in 1933 aan het museum geschonken door een gepensioneerde politieopziener uit Nederlands-Indië. Waar een inlander zijn vrouw heeft vermoord met dit kaakbeen. En dit is dus gevuld met lood. En die man heeft dus zelf dit gemaakt om ja, te gebruiken vermoedelijk. Als wapen. Nou, dat is niet helemaal zeker. Of hij het doelbewust heeft gemaakt voor een moord met voorbedachte raden. Ja. Of dat hij dat al als werktuig voor iets in huis had. Maar waarom ligt dit in het depot? Waarom staat het niet in het museum? Hier weten we niet alle details. Is het bewust zo gemaakt als moordwapen? Ja. Of is het een werktuig? En omdat eigenlijk die verdere details niet bekend zijn, kun je niet echt een compleet verhaal presenteren. Okay. En daarom heeft hij het niet gehaald. Ja. Je bent hier in de verkleedhoek. Hier kunnen onze bezoekers zich echt helemaal omtoveren tot politie of brandweer. Kom. Ik ga je een ME-vest aandoen. Ja. Ben je extra beschermd? Oké. Ik ben er klaar voor. Ja, je mist nog één ding. Oh. Je krijgt een damespolitiepet. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Hier laten we eigenlijk de geschiedenis van de politie zien. Dat is best heel complex. Het heeft heel veel vormen aangenomen. Het is altijd in ontwikkeling geweest. Vroeger had je niet echt een politieacademie. En door het hele land was er heel veel verschil in het niveau van de politie. Dit was bijvoorbeeld van een veldwachter. Net als veldwachter Bromsnor uit Zwiebertje. En net als in Zwiebertje probeerden de veldwachters enorm veel gezag uit te stralen. Maar ze hadden eigenlijk niet zoveel macht. En ze waren ook niet zo goed opgeleid zoals de politie nu. Dus het ging ook wel eens mis. Daarvan heb ik een heel mooi voorbeeld. Wat zie je hier? Ah nee, dit is niet echt, hè? Ja, zijn wel echt. Dat zijn vingers. Dat zijn 10 vingers in een potje. In een potje. Ja, maar die zijn er niet door een misdaad ingekomen. In 1919, ergens op het platteland in Nederland, kreeg een fabrieksdirecteur door een inbreker een mes op zijn keel. Hij moest de kluisdeur open doen, heeft hij gedaan. En daarna is hij alsnog omgelegd. Nou, de plaatselijke politie die vond het nogal een zware zaak. Die kon het zelf niet aan. Veldwachters. Ja. Dus er kwam een rechercheteam uit Amsterdam met hun koffertjes naar Sint-Oederode. Die hebben de kluisdeur afgepoederd om de vingerafdrukken te nemen. Mm-hmm. En die gingen weer terug naar Amsterdam. Maar wat ze vergeten zijn, is de vingerafdrukken te nemen van de directeur. Om te kijken welke van hem waren en welke van de inbreker. Ja. Dus ze sturen in vakjargon een telegram naar die veldwachter. Stuur even die vingers op. Waarmee ze bedoelden de vingerafdrukken. Veldwachter, geen idee. Dus die pakt een bijltje, hakt die 10 vingers af en stuurt ze naar Amsterdam. Het ziet er ook gewoon heel vies uit trouwens. Ja, kijk, weet je, het zit er natuurlijk al 100 jaar in, hè? Ja, oké. Oh. Helemaal leuk. Ik heb hier nog iets leuks om je te laten zien. En wat is dit? Nou, de politie neemt natuurlijk dagelijks dingen in beslag, maar dit is wel heel bijzonder. Dit is een houten cabrio gemaakt door 2 jongens van 17 jaar. Het zit echt mega goed in elkaar. Hoe hard kon deze auto rijden dan? Maximaal 40 km per uur. En ze reden lekker op de weg. Ja, en dat kan natuurlijk niet met zo'n soort auto. Dus in beslag genomen en toen hebben ze een deal gemaakt met de politie. Ja. Als ze de auto aan het museum zouden schenken, dan zouden er voor hun verder geen consequenties zijn. Ah, ja, dan is de keuze snel gemaakt natuurlijk. Precies. Ja. Ja, dit is een beetje een grappig ding hè, eigenlijk, wat de politie in beslag heeft genomen. Hebben jullie nou ook echt hele serieuze, duistere dingen die de politie in beslag heeft genomen? Jazeker, maar daarvoor moet je in het depot zijn en Jos zal je daar van alles laten zien. Prachtig voorbeeld is dit geweer. Je me even zo vasthoudt. Niet op mij richten, hè, Jos. Met de loop naar boven, dan zal ik laten zien wat er apart aan is. En dat is de diameter van de loop.
Dat is een behoorlijk verschil, ja. Bij dit geweer is dat ruim 22 mm. En tegenwoordig is 20 mm een kanonkaliber en geen geweerkaliber. In 1919 is er in Nederland een wapenwet van kracht geworden die het bezit van vuurwapens verbood. Dus op slag was dit geweer een verboden wapen. Het verhaal achter dat geweer is dat hij afkomstig is uit Artis, de dierentuin. En daar werd gebruikt om zieke olifanten mee dood te schieten. En is toen door Artis bij de politie ingeleverd. En die hebben hem bewaard in de collectie van het museum. Het is wel een heel luxueus geweer. En ook de hele afwerking van het hout is zo mooi dat dit niet een standaard geweer voor een dorpsjager is of wat dan ook. Het ziet er chic uit, maar waarom ligt het dan hier in het depot? Op dit moment hebben we alleen politiewapens op zaal, dus wapens die door de politie zelf zijn gebruikt. En deze is in beslag genomen en niet gebruikt. Maar Jos, eigenlijk is het heel zonde. Je hebt hier zoveel in beslag genomen wapens liggen. Is het niet een idee dat je dan een nieuwe tentoonstelling bedenkt? Ja, zeker. Heel graag. Maar het probleem met wapens is ook dat je ze niet zomaar mag tentoonstellen. Er zijn zware regels, extra beveiligde vitrines. Er zijn mensen die een hele tentoonstelling wapens natuurlijk prachtig vinden. Mm-hmm. Maar dat is wel een beetje eenzijdig thema dan. Deze ook even laten zien. Oké, wat is dit? Dit is de thermische lans van AGM. AGM was in de jaren 70 een soort meesterkraker. Hij gebruikte dit apparaat om een heleboel kluizen te openen en het geld eruit te stelen. Uiteindelijk is hij natuurlijk toch gepakt en in de gevangenis beland. Toen heeft hij met een kleinere thermische lans zichzelf bevrijd. Toen is hij onder gaan duiken. Heeft nog een relatie gekregen met een politieagent. Maar het is uiteindelijk toch niet zo goed met hem afgelopen. Jee, en dit heeft hij dus daarmee gedaan? Ja, dit is een kluis uit het stadhuis in Middelburg. En die heeft hij inderdaad met die thermische lans opengemaakt. Er komt zo'n hitte vanaf dat het echt door metaal en door beton heen gaat. Het is een supersterke snijbrander eigenlijk. Dit is de textielafdeling van onze collectie. Zo, dit zijn alle uniformen. Uniformjassen, broeken, overjassen, petten, hoeden. En hier deze kasten, hier hangt ons verborgen museumschat. Het oudste uniform in onze collectie. Hier in deze beschermhoes. Wauw. De jas is uit 1844. De jas is erg kwetsbaar omdat hij al zo oud is. Er zijn knopen af, er zitten gaten in van mottenvraat. En bij deze jas hoort ook nog een prachtig hoofddeksel. Die ligt daar. Die zal ik even erbij pakken. Maar die is helaas ook erg kwetsbaar en erg fragiel. En die hoorden bovenop dit uniform. Kijk. En een heel grote koperen sierplaat, afgekeken van de Britse politie. Ja. En in het Engels is het woord kop ook een bijnaam voor agent. Hè? Kop van Ja. Kopper, koperen plaat. Oké, daar komt dat dus vandaan. Ja, maar wel oorspronkelijk uit Engeland en niet van dit Amsterdamse uniform. Ja, hij valt bijna uit elkaar van ellende. Kan je hem opzetten of is dat echt niet de bedoeling? Nee, dat is zo fragiel dat we hem daarom ook niet tentoonstellen. En op dit moment hebben we niet het budget om hem goed te restaureren. Maar eigenlijk is dat wel heel zonde, vind je niet? Dat dit zo hier in het depot blijft liggen? Dat is heel erg zonde, maar op dit moment is eigenlijk hem in een donkere doos in het depot laten het beste manier om hem te behouden.
We zijn in een ander depot terechtgekomen. Wat vinden we hier? Dit is het voertuigendepot. Met voertuigen van 4 organisaties. Organisatie Bescherming Bevolking. Ja. Politie. Brandweer. Wow, maar wat is dit? Dit is een panzerwagen van de gemeentepolitie, aangeschaft in 1973. En die werden ook bij rellen ingezet om de deur van een kraakpand open te forceren. Oké, dus die reed gewoon. Ja, die reed gewoon de deur kapot. En er zijn er 2 van geweest in Nederland, in Den Haag en Amsterdam. En hoeveel voertuigen staan hier nou, Jos? Rond 30 grote. En dan nog wat bromfietsen en motorfietsen. En ook van die ladders van de brandweer. Slangenwagens en reserveonderdelen voor voertuigen die nog niet compleet zijn. Hier een hele rij lichte motorfietsen van de politie. Een arrestantenbus. En een boot. Dat is een volgboot van de Rijkspolitie en daar zijn we net aan begonnen om die te restaureren. En hier een van onze topstukken ook. Oh, wauw. De politie Porsche uit 1963. En die is erg slecht, hè. Je ziet hier allemaal van die roestbobbeltjes. Dus, maar dit was gewoon een politieauto, of werd die voor speciale dingen gebruikt? Nee, speciaal voor de autosnelwegsurveillance. Ze hadden een heel herkenbaar uniform, wit, met zo'n oranje helm. Heel oude brandweerauto van net na de bevrijding. Hier komen we al dicht bij onze verborgen museumschat. Staat achter in dat rijtje. Dit zijn de bergwaterwerpers van de politie uit 88. Ja. Maar ik wil de voorganger laten zien. Ja, het is wel lekker krap hier, Jos. Krap en een beetje stoffig ook. Een beetje stoffig ook. Nou, dit is hem. Wat een bakbeest. Nou, precies. En, dat is ook de reden dat het voor ons een verborgen museumschat is. Het past doodsimpel niet door de deur van het tentoonstellingspand. En vandaar dat je hem ook niet kunt zien in de tentoonstelling. Oké, maar deze werd gebruikt wanneer? Voor de ruilbestrijding. Deze is in 1976 gekocht. En het meest bekend natuurlijk Koninginnedag 1980, de inhuldiging van Beatrix. En toen is die ook zwaar te grazen genomen. Maar het betekent wel dat die auto toch aardig wat deuken en blutsen heeft. Ja, en kunnen we even kijken hoe hij er van binnen uitziet? Het hoort er echt bij, dus die laten we ook zitten. Nou, dit is vrij Spartaans qua inrichting. Kijk maar. Denk je dat het goed gaat? Wil jij anders even voor? Wauw. Jeetje, dit lijkt wel een bunker. Ja, het is tamelijk Spartaans qua inrichting. En dan moesten ze dan hier staan en zo een beetje. Nou, hierachter. Dus hier zie je de bediendingen voor de kanons. 2 voor en 1 hierachter. Nou, je moet nog aardig wat kracht zetten. Nou, het is een gigantisch ding. Ik snap wel dat hij niet in het museum zelf past. Maar waarom zetten jullie hem niet buiten voor de deur? Het is wel een bijzonder iets natuurlijk. Het probleem is eigenlijk dat die vlonders buiten het museum niet zo'n zwaar gewicht kunnen dragen. En als die buiten staat onbeschermd bij een museum, dan zal die ook wel gevandaliseerd worden, denk ik. Oké, maar dat is wel zonde eigenlijk. Ja, ben ik het helemaal mee eens. En waarom staat hij niet te koop? Als mensen nou kijken en die denken, ik heb er wel interesse, ik heb genoeg ruimte. Het belangrijkste punt is gewoon dat ik hem niet wil verkopen. Het is uniek, het is de enige van
van dit model die over is. En ik hoop dat we later misschien een keer een nog groter tentoonstellingsplan krijgen. En tot die tijd staat hij dan helaas hier in depot. Ja, dan blijft het nog even een verborgen museumschat. Precies. Sinje, Jos, ontzettend bedankt voor alle verborgen museumschatten die ik hier heb mogen ontdekken. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een hoop verborgen museumschatten, dan vanuit Kasteel De Haar. Kijken dus. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pitt en de Museumvereniging.